Je bent uh, moeder van uh, zes kinderen. Je man is daar predikant en uh, jullie hebben vorig jaar uh, januari is jullie ene jongste zoontje ziek geworden. Ja. Boas, hè? Ja, Inderdaad, onze ja. Boas. Ja. En dat is uh, heel heftig geweest. Ja, jouw dagen zien er ook volgens mij enorm gevuld uit. Want ik zei het net al, moeder van zes kinderen en nou ja, corona, hè? Dus. Ja, in deze tijd zeker, absoluut. Ja. Uh, genoeg te doen. Je hebt gewoon heel veel programma's, vooral met een baby en een peuter. Ja. Puber, schoolgaande kinderen. Je hebt je je was, je huishouden. Ja. Um, ja. Je stelt je doelen gewoon wat lager en je moet er gewoon wat gezelligs van maken. En, en je bent juf geweest, toch? Ja, maar dat zegt iedereen. Van dat scheelt wel, maar ja. juf zijn is wat anders dan moeder en juf tegelijk. Want als juf heb je hetzelfde niveau met wat kleine verschillen, maar nu ben je op alle fronten bezig. Dus ja. dat is wel anders. Ja. Maar dat het helpt wel bij bepaalde dingetjes. Dat, dat is zo. Dat geloof ik, ja. ja. En hey, jullie wonen op Urk nog niet zo heel lang, denk ik. Hoe, hoe lang? Uh, um, ja, 2,5 jaar. In juni openen we drie jaar daar te wonen. Ben je voor je gevoel helemaal ingeburgerd daar? Jawel, jawel. Yeah. Ja. Dat gaan natuurlijk. Als je natuurlijk kinderen hebt, dan burger je wat makkelijker in. En zeker omdat mijn man predikant is, dan yeah. heb je al snelle contacten dan uh, dat je zomaar ergens gaat wonen. Nou, ja. heb ik ook iets met urk? Je blijft een vreemde, hè? Ja, dat is geen probleem. Vanuit Af? Nee. Nee, hoor. Maar uh, we voelen ons zeer welkom. En ik hou van de urkers. We houden van de urkers Mooi. en van urk. Ja, ja. Goed ja om te absoluut. Horen. Ja, jullie hebben een intensief jaren uh, achter de rug. Hè? Ik ja. stipte het net al een beetje aan. Kun je daar kort iets over vertellen voor de mensen die het interview misschien niet gelezen hebben? Uh, kort. Ja. Uh, nou, vorig jaar is de, de kerstvakantie was eigenlijk afgelopen. En uh, nou, de school zou weer gaan beginnen. De kinderen naar school. Onze jonnek was nog thuis, want die was nog niet helemaal opgeknapt. We waren eigenlijk allemaal achter elkaar een beetje zo ziek geweest. Verkouden, net ziek. En onze boas, die werd eigenlijk de avond ervoor steeds zieker. En maandagochtend um, ja, werd hij nog zieker. En ik vertrouwde het niet helemaal. Dus even naar de dokter gebeld. van ja Hij heeft toch een hoge koorts. Het, nou, mocht ik smiddags komen, toen... Um, ja, binnen een half uur ging het zo slecht dat, we eigenlijk, dat ik nog een keer het spoednummer heb gebeld. moesten we gelijk komen. En ja, vanaf toen is het vanuit de ambulance is het naar, eerst naar Zwolle en de dag daarna naar Groningen. Um, IC-opname in het ziekenhuis. Ja, gewoon. Heel heftig. Ja, dat is ja. heftig, gewoon ja. uh, zo'n periode, absoluut. Want je wist absoluut niet hoe het af zou lopen, hè? Dat was heel onzeker ook. Al... Ja, eigenlijk zijn de eerste twee weken wel heel spannend geweest, want elke keer zou, we, zou het toch wel niet goed kunnen gaan. En nee, want dan hadden een sceptische ook... shock voor alle duidelijkheid, even, dat het, dat ja. was wat, ja. wat er aan de hand was, dus dan vallen er organen uit. Ja, ja, de Echt? organen vallen ja. uit, ja, ja, inderdaad. Ja. ja. Wat, wat, wat dachten jullie toen, toen dat gebeurde? Wat, wat, wat gaat er dan door je heen als ouder? Ik ga mijn kind verliezen? Of? Nou ja, kijk. In de eerste instantie op die maandag dat we naar het ziekenhuis gingen, dacht ik van met die ambulance van een koortsduip. Dat mm. had onze ouders, onze Anneke ook een keertje gehad. Dus nou. En dat schreven dan ook wel uh, vriendinnen zo van. Uh, oh, joh, nou morgen weer uh, terug. En, maar in die nacht ging het eigenlijk steeds slechter. En toen. Werd er opgeschaald en nog weer opgeschaald. En toen moest hij op een gegeven moment. Uh, had ik hem in mijn arm en toen dacht ik, ik verliezen ons jongetje. Ja. En toen zijn ze ook met hem naar de IC gerend. Ja. Gerend? Ja, ja, we hebben, ja. ja die verpleegkundige pakte dat bedje ja. en ze renden echt naar de. naar de. naar de IC. Ja. Ja. Op ISOL hebben ze wel heel veel uh, mogelijkheden, maar niet voor kinderen. Dus toen moest hij met, met de ambulance vervoerd worden. Maar daar was het niet stabiel voor. Dus als je dat hoort zeggen. En, er staan 14 tot 17 mensen om zo'n bedje heen, dan denk je echt van. Ja, kan het nog goed komen? Ja. Hè? Ja. Ja. Dat denk, ja, dat klopt. Ja, en wat denk je dan? Ja. Je denkt op een gegeven moment niet meer. Je, je vraagt alleen maar om hulp. Ja. Van, of sta ons bij, of ja. help. Help. Ja. Dat. En die hulp is wel gekomen. Hè? Het ja, is, absoluut. Het is Als je terugkijkt, is het best heel. Ja, wonderlijk eigenlijk, zoals hij eruit gekomen is en ja. begrepen. Jawel. Ja. ja, dat zeggen de artsen ook. Ja. Als je, zeker als je achteraf hoort van, ja, we hadden eigenlijk... We dachten eigenlijk niet dat hij het zou redden, alleen al naar Groningen rijden niet. Hmm. En hij was niet stabiel genoeg om daar, om te opereren in de operatiekamer, dus dat werd ook op het IC gedaan. Ja, ja. ja dit is gewoon echt een wonder, absoluut. Ja. En zo zijn er meerdere wonderen gebeurd. Ook ja. daarna nog. Hè? Ja. Dus, uh, ja, het blijft ook voor jullie wel een. Eigenlijk een, steeds een zorg die toch weer terugkomt, ook uh, heb ik begrepen. Hè? Je bedoelt Gewoon, uh, dat die ziek, uh, als die even koorts krijgt of zo, dan. Jawel, je ja. hebt dan gelijk schrik. Ja. Jawel. Ja. Ja. Je wordt daar wel iets nuchter in. En, en je gaat hem wel leren lezen. Dus in die zin, uh, ja, dat. Maar je hebt, ja, het is wel je zorg, Ja. Nou, ik vond het in het interview gewoon heel ja, ontroerend eigenlijk om te lezen hoe jullie Psalm 63 daarin ook uh, beleefden. Je man heeft er ook over gepreekt, Psalm 63, vers 4. Uw goede tierheid is beter dan het leven. Ja, dat, dat ervaarde jij ook zo? Um, ja, in essentie wel. Ik, mijn man had het dan heel erg uh, echt naar aanleiding van Psalm 63. Ik zelf had dan meer eigenlijk... Um, had het naar aanleiding van de prediking van dominee Polinder, de eerste zondag nadat, we, ja, nadat het gebeurd was, en wij waren in het ziekenhuis, en toen preekte dominee Polinder over de kliptas uit spreuken, die uh, is eigenlijk een heel weerloos diertje, en die zoekt zijn, uh, die wil ook schuilen in de rot, en daar is, dat is ook zijn, zijn houvast tegelijkertijd, want daar kan die ene zich in terugtrekken en van daaruit ja, schuiling vinden. Nou, zo, zo kun je dat eigenlijk wel zien. Toch je rust en het vluchten naar de Heer Jezus, het, ja. het, het zoeken naar Hem. Ja. ja. Want dat uh, uh, gaf jou ook houvast in uh, het Donaldhuis bijvoorbeeld. Hè? Dat vertelde je net uh, hiervoor eigenlijk. Van, uh, ja, dat, dat je dat best wel ja, zelf als troost ook ervoor. Uh, ja, zeker. Jawel. Ja. Als ik dat niet zou hebben gehad. Ja, inderdaad, dat zei ik net. Ja. Ja. Als je dan zag bijvoorbeeld in het Droom van en dan kwamen mensen terug en met hele nare berichten of over hun kind. Mensen die waren wanhopig gewoon, echt wanhopig. En dat, dat Hans en ik elkaar aankeken van, wat is dat erg als je dan het leven zonder God moet gaan? Hmm. En wat zijn we dan bevoorrecht dat wij dat wel mogen hebben? En dat ja. wij wel ons vertrouwen op de here kunnen stellen? En dat we het uit handen mogen geven ja. en daar mogen laten. Hoe waren jullie andere kinderen eronder? In die periode in dat ziekenhuis. Want jullie waren constant in het ziekenhuis misschien. Ja, wij waren uh, inderdaad, uh, ik was fulltime. Ik ben echt acht weken ja. gewoon fulltime uh, in Groningen geweest. Uh, in de weekenden kwamen de kinderen naar ons toe, Je mocht ook logeren in Roning Donald Don huis. Mm. Uh, de twee oudsten die hadden een goed adres en de twee jongsten die hadden. Uh, om de hoek bij ons op Urk ook een adres. Dat uh, zijn nu echt bij en best geworden. Ja, en, um, Opa en oma. Ja ja. ja, ja, opa en oma. Dat waren de. Dat zijn de schoonouders van mijn schoonzus. Okay. Dus van Hans' de zus, de schoonouders. Ja, dat is gewoon heel wonderlijk hoe dat uh, gegaan ja. is. En. Uh, ja, dat is. Ja, hoe waren ze eronder. Ja, die hadden het natuurlijk moeilijk. Vooral die woensdag dat we op dat we ze op moesten laten roepen. Van, dat het kon zijn dat hun broertje ging sterven. Ja. Ja, dat, is, dat is heel intens. Ja. En heb je toen ook iets gemerkt van, van Urk als gemeenschap? Uh, in de tijd gewoon sowieso? Of ja, dat, dat jullie weg waren, je kinderen waren op Urk. Dat... Ja, zeker. Ja, het heen en weer rijden, het, uh, niks was te veel, niks. Mm. Uh, eten kwam mee, uh, de kinderen werden gehaald, ze mochten overal spelen. Uh, yeah, nee. Mm. Dat, ja, nee, dat is Urk. Ja. <laughs> Het was ook uh, niet alleen verdriet hè, het afgelopen jaar. Jullie kregen ook uh, opnieuw een uh, kleintje. Ja. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Want dat lijkt me best intensief, zeg maar. Je hebt er al best heel veel meegemaakt dan. En... Ja, weet je, als je er achter, achteraf op terugkijkt, dan denk je van, het is heel intensief geweest, absoluut. Maar als je erin zit, dan ga je. Mm. En op het moment dat ik erachter kwam dat, dat ik zwanger was. Op dat moment was, uh, werd Boas geopereerd. Mm. En hij zou een operatie krijgen waarvan de artsen zeiden: van ja, het duurt een uur of vier ongeveer, drie tot vier uur. En het is zo risicovol, jullie moet je, de, je moet je er wel op voorbereiden dat je kindje straks overleden is. Mm. Dus dat zo. kan ook. Mm. En ik dacht, ja, dit, 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 dit past soort van niet. Ik, ik wist er, ik, er is leven in me. En daar. Ja, en toch ook dat, ja, dat groeit dan ook. En ja. Als dat dan mag doorgaan. Je hebt wel je vragen erover, maar. Weet je, dan kwam de Heer daar ook in, weer in mee. En dan zei: dan, Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mm. En dan mm. elke keer dacht ik: Ja, geen ding is bij de Heer onmogelijk. Ja, en dat blijkt. Ja. Onderen gebeuren. Ja, ja, absoluut. Ja. 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 ja, en toen kwam er corona. Dat was ik al in maart. Maar hij ging ook jullie huis niet voorbij, hè, dit najaar. En dat lijkt me ook weer heel naar, want je man belandde in het ziekenhuis. Ja, ja dat was ook wel heel lastig. Op, yes. uh, vervelend, ook gewoon voor de kinderen. De ambulance kwam voor de deur, uh, mijn man ging, ging weg. Je hebt dan zelf als moeder van, je, je bent moeder en dat wil je ook. Uh, je wil er zijn voor de kinderen, maar je hebt zelf ook wel je gevoelens van... Hij was er echt niet goed aan toe. Mm. Dus dan begint het weer helemaal opnieuw. Ja. Maar ook dan, uh, ik wist ook wel, Hans had toen natuurlijk al heel veel met die, met die tekst ook al uh, gelopen. En ja. net voor hij wegging, toen zei hij ook: yo, Hoe dan ook, het, ja, de Heer gaat mee en hij zal, nee. hij zal voorzien. En ja. dan weet je niet in hoe of wat. Nee. En toch mag je daar dan steeds op terugvallen. Ja. 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 We hebben hier straks uh, Martien van der Zwan van vakantie uh, te gast. Ik begrijp dat je ook daar iets meegemaakt hebt op een vakantie. Ja, nou we hebben. Uh, Hans is natuurlijk al een aantal keer voorgegaan op, ze, op een van de parken van ja. de kant. En de afgelopen jaren, eh, omdat we dan zoveel. We hadden natuurlijk best wel veel intensieve. een half jaar achter de rug. Dus ik had tegen Hans gezegd: ja, zullen we anders toch lekker even een weekje. Zullen, we gaan, we boeken toch iets. Heidelberg en dan een beetje. Dan kon Hans ook eens even lekker mm. uit, uitwaaien als die ging lopen, zeg maar. Mm. En dan, ja. En in het ziekenhuis hadden ze, het UMCG hadden ze ook gezegd... want dan, gaan we, ja, dan moesten we in het begin wekelijks wel naar terug. En dan hadden ze ook gezegd, jullie kunnen echt gaan, mocht er iets zijn... dan kun je altijd naar het academisch ziekenhuis in Heidelberg. Ja, dan zit je te wikken en te wegen, toch gegaan. En we waren er, ja, we waren er net een dag... en we zouden even een rondje gaan lopen bij het meer. En we, het was heel gezellig, ik had lekker een pik, picknickmandje meegenomen koekjes en wat koffie en wat drinken en ik had bowls zo naast me neergezet van uh, wil je ook wat drinken en ik zie opeens dat hij vreselijk gaat zweten en helemaal wit weg, wegtrekt en ik zeg jongens dit gaat niet helemaal goed en hij begint vreselijk over te geven ja toen zijn we direct naar huis gegaan ja, ja toen ging ook alles in de stroom versnellen je moet in het duits gaan praten en um, nou, toen is hij dus met de traumahelikopter naar, uh, naar het ziekenhuis gegaan. Maar toen waren we ook zo dankbaar. En dan zie je ook weer zo de leiding van de heren gewoon in je leven. Je, dat... We gingen op een, naar een vakantiepark, want de anderen hadden nog gezegd, joh, moet je niet doen, want dan zit je weer met allemaal mensen die je kennen. Mm. Of dan komen ze naar je toe. Maar het gaf ons juist ook wel een fijn gevoel, want wij hadden zoveel goede ervaringen ook juist ja. met de uh, met vakantie. En een beetje het ons kent ons. Ja. En uh, nou, dat, dat was natuurlijk geweldig toen. Dat, mm. uh, het, het, uh, de parkleiders die, uh, die kenden wij al... vanuit de gemeente uit Renswouden, waar we eerder hadden gezeten. Dus daar lieten we gewoon de kinderen bij achter. Mm. En ik werd gelijk gereden. Hans die ging weg met de helikopter. En, en een meneer uit Sliedrecht die, die reed, reed mij naar het ziekenhuis. Ook toen was niks meer te veel. Mm. En uh, op dat moment zou er s'avonds een sing-in zijn... Dat heb je dan bij vakantie. Dan moet je ook met elkaar zingen. Um, nou, die hebben ze hebben nog wel gezongen, als ik het goed heb, van wat de toekomst brengen mogen. En toen hebben ze hem ook gestopt, omdat de situatie te ernstig was. Hmm. Omdat ja. toen weer eigenlijk weer slecht ging. Ja. 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 Jongen, Ja. Welk moment van de afgelopen tijd vergeet je nooit meer? Ja, dat is moeilijk, want er zijn natuurlijk best wel heel veel momenten. Ja. Ja, dat. Kijk, nu staat natuurlijk een beetje deze avond in het teken van vakantie. Nou, zoals ja. ik net al zei, dat is natuurlijk heel mooi. En uh, dat je dan op zo'n manier toch ook dat stukje ervaart van, van de liefde en de warmte van mensen. En daar zag ik dus echt ook de meerwaarde in van, van zo'n. van een vakantiepark waar je met gelijkgestemden zit. Ja. Mensen gingen bidden. Maar ook bijvoorbeeld het moment. Uh, ja, wat eigenlijk een heel bijzonder moment was, was ook de doop van onze Tjeerd. Ja. Kijk, we hebben in het ziekenhuis to, uh, toen de tijd, toen hij zo slecht was, toen mochten we ook de heren aanroepen, mochten we pleiten op de doop. We hadden onze boos ook bij de heren gebracht mm -hmm. en dat hadden we ook laten dopen. En toen mochten we dat opnieuw weer doen bij onze mm. Tjeerd. En toen was, is uh, ons boos kwam ook in de dienst bijgelopen bij het dopen. Dan sta je daar als gezin, ja. na zo'n jaar sta ja. je aan het ja. doopvond... en Hans mocht dan ons het heer dopen. Ja. Ja. Dat is gewoon heel mooi. Bijzonder. Ja. 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 Ja, je gaf ook aan dat je gedragen voelde. Hè. Hoe, hoe ervaarde je dat? Um, het gedragen voelen. Het is heel moeilijk om daar woorden aan te geven, maar um, kijk... Zijn, er zijn natuurlijk heel veel momenten dat je denkt van als het niet goed gaat of... Uh, tuurlijk heb je... Je weet dat je naar de heren mag gaan en je, uh, je bidt. Maar er zijn ook momenten dat je denkt, ik weet het gewoon nu niet mm. meer. En dat andere mensen voor je bidden en dat je kaartjes krijgt en dat je... Dat, dat je gewoon weten mag uit Afrika, uit Amerika, in Florida, in Rusland. Uh, scholen die uh, klassen in, van, op scholen die voor onze boa, BOAS hebben gebeten, dat ervaar je. Ja. Je voelt je echt gedragen. Ja. Um, ja, ik kan dat niet omschrijven hoe dat is. Uh, wat ik wel weet is dat ik naar het ziekenhuis liep. Hans liep toen uh, eigenlijk elke, elke nacht bij hem, um, in, gewoon toen hij weer op zaal was. En dat was dan beter voor Boos dat, dat er een direct iemand van de familie bij hem was. Dus dat was Hans, omdat ik bang yeah. was. Yeah. Maar dan ging ik soms naar het ziekenhuis. En dan, ja, soms, dan zou je toch denken van je, ga, je bent diep in verdriet en zoveel moeite. Maar dan kon ik echt, dan kon ik gewoon om me heen kijken. En dan zag ik die, die, die ontluikende knopjes van de lente al beginnend. En dan kon ik zo dankbaar zijn. En, yeah. en eigenlijk soms liep ik half zingend uh, <laughs> naar het ziekenhuis, bij wijze van yeah. spreken. Gewoon dat je weet van die, die, die vrede die de Heer zelf geeft. Want zelf kun je dit gewoon niet maken. Nee. Dat, dat, ja. Ja. De Heer wil erom gevraagd worden, maar dan geeft hij het ook. Ja. Ja. Ja, ja tot slot. Uh, uh, er zijn ongetwijfeld ook uh, kijkers thuis. die best wel in misschien moeilijke omstandigheden zitten. Wat zou jij mee willen geven? Wat zou je tegen hun willen zeggen? Ja, het is natuurlijk. Um... Het is eigenlijk onmogelijk om, om iets te zeggen tegen mensen in nood. Omdat um, niet elke nood is hetzelfde. Dus het is heel moeilijk om, om specifiek daar iets in te zeggen. Het, wat ik wel zou zeggen, willen zeggen is... Um, Vlucht naar de Heer Jezus. En, en zie op Hem. Hij, hij wil echt in nood uh, voorzien. Ik heb... Ja, dat is wel iets. wat... Misschien dat ik dat dan nog als laatste mag meegeven. Dat, hoe verdrietig en moeilijk of je het ook in het leven kunt hebben, maar dat je toch in de Heer mag verblijden, dat de Heer toch de bron van blijdschap is. En dat in Filipensen 4: verblijd u in de Heer alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Wees in geen ding bezorgd. Nou... Zorgen, die kennen we allemaal. Sommige mensen heel erg zorgen. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken... met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede God, die alle verstanden boven gaat... zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En dat hebben we mogen ervaren. Ja. Zo wil de Heer zijn.